een gouden panda. Hoi, wat doe je hier in de min? We zijn in Rusland. Nog 30 kilometer of zo. Hoe lang rijden we al in Rusland? Een maand of zo. Nee. Hoeveel dagen hebben we erover gedaan? Hoeveel dagen? Vanaf Ulan-Ude. Vanaf Ulan-Ude zijn wij 7 dagen aan het rijden geweest. En hebben we 3 dagen stopgehouden in Moskou. En, waar? In? Moskou. Mokpa. En nu... gaan we door naar de grens en gaan we Europa weer in, naar Letland gaan. We gaan naar Latvia. Letland. We rijden Litouwen binnen. Litouwen. Jazeker, de Republiek Litouwen. Ik sta nu in Litouwen. En nu... in de zelfstandige Republiek van Oezupis. Yay, Polen, Polen. Kijk eens het bord met alle regels voor Polen. We zijn in Limonen en we gaan de Via del Sol rijden naar Monesi. En dat is een oude militaire route waar geen asfalt ligt, dus we gaan ons laatste avontuurtje doen. Richting de Middellandse Zee. En waar heel veel van dit soort voertuigen rijden. En, dit soort jongens en dan dit soort. En dit soort. Dus, de panda vindt het toch niet zo heel leuk hier. Ja, het ziet er niet heel goed uit. Lekker plasje daar. We hebben een klein beetje Carter stuk gereden op een steen. Het is volgens mij einde panda, een einde rally. Het is nu wachten op een auto die ons kan slepen. We zitten alleen wel in the middle of nowhere. En nog iets van 80 kilometer verwijderd van de kust. Ik ben het dakrek eraf aan het halen. Want... Waarom? De auto gaat terug naar Nederland. En daar komt hij in een depot te staan waar een... Maar waarom gaat hij terug naar Nederland? En waarom gaat hij naar een depot? Hij is totelos. In Italië is hij totelos. Hoe komt dat? Een Italiaanse steen besloot de Carter in te gaan en de hele motor, het chassis in te duwen. En dat kost nogal veel om dat te laten repareren. Zou het lukken, denk je, Eve? Nog een avontuur. Ja, ik zou het wel echt heel tof vinden. Zo, al onze eigendommen zijn uit de panda. Wat is de volgende stap, Eve?
de spannendste stap so far. We gaan kijken bij het bedrijf, het transportbedrijf wat hem heeft opgehaald. En daarmee eigenaar is geworden van de auto, want zo werkt dat in verzekeringsland. Of zij bereid zijn om de panda nog aan ons terug te verkopen. Maar goed, dat is aan hun. Dus we willen daar eigenlijk over overleggen. En het is een beetje spannend. Dus duim voor de panda. Yeah. Wat ben je aan het doen, Eefje? Ik doe vreugdedansjes. Waarom? Waarom? Omdat wij zojuist hebben gehoord van het transportbedrijf Wolfus Berging, die de auto heeft opgehaald, Wolfus Mobiliteit is het, die de auto heeft opgehaald uit Italië, dat zij ons verhaal mooi vinden en dat wij de panda terug mogen om ons volgende avontuur mee te gaan doen. Je bent echt heel erg blij. Dat was met avontuurtje wel, zeg. Wat ooit begon met een compleet geprepareerde en goudgedipte panda, bezorgde ons een meeslepende reis dwars door Europa, over de Balkan en langs de hoogtepunten van Centraal-Azië. Ondanks wat kleine tegenslagen en dankzij enkele improviserende kluspogingen wisten Eve, Ari en hun panda de Mongol Rally uit te rijden. Maar hoe sneu is het dat nota bene een Italiaanse kei een einde maakte aan het leven van onze gouden vriend? Gelukkig richten Ari en Eve hun pijlen alweer op hun nieuwe uitdaging, want de komende tijd gaan ze de panda opknappen voor hun volgende avontuur in 2018. Maar daar hebben ze echter wel jouw hulp voor nodig. Dus ben jij of ken jij iemand die Team Golden Panda wil helpen met de reparatie? Heb je geschikte onderdelen? Ben je een handige klusser of wil je op een andere manier je steentje bijdragen? Mail dan naar autoweek@autoweek.nl en wij zullen je in contact brengen met Eve en Ari. Heel erg bedankt en op naar 2018!